Deze keer aandacht voor doordrukken en tegenhouden. Dat komt uit de oude analoge fotografie en in de studio werd een foto belicht op papier en door er iets voor te houden, een kartonnetje met een gaatje of een, een soort lepeltje, kon men heel lokaal bepalen waar langer licht viel of waar juist minder licht viel. Nou, dat is in Photoshop natuurlijk ook doorgevoerd en daar gaan we het vandaag over hebben. De makkelijkste manier is gewoon met het gereedschap doordrukken en tegenhouden. Waarbij tegenhouden zorgt voor iets meer licht. En doordrukken zorgt voor iets meer donkere stukken. Nou, dit is natuurlijk niet te fraai. En we hebben hier geen controle meer over. Dus ik maak het allemaal even ongedaan. En we gaan het anders doen. Nu is er in Photoshop ook een manier om te kunnen doordrukken en tegenhouden en dat je het later nog een keer aan kunt passen. Ik doe dat met aanpassingslagen en ik selecteer meestal curves daarvoor. Ik zet de curves wat omhoog zodat het allemaal wat lichter wordt en ik keer het laagmasker om. En vervolgens kan ik nu met een witte kwast gaan kleuren. Een zachte witte kwast, wel te verstaan. En ik kan zo gaan bepalen wat ik lichter wil hebben. Nou, je ziet dat het veel te licht wordt. En het voordeel is als ik de dekking omlaag zet, dat het effect dan wel meevalt. Nou, zo ga je eigenlijk gewoon heel de tekening over. Eventueel pas je je kwast nog wat aan. En zo ga je langzaamaan aan de slag. Op wat je lichter wil hebben. En het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als ik de curve omlaag zet, dan wordt het donkerder. En als ik dan ga schilderen op de delen die ik donkerder wil hebben, dan zie je wat voor effect dat heeft. Het voordeel is, is dat ik bijvoorbeeld nu alleen maar op de huid getekend heb. En als ik deze twee lagen nu groepeer, en ik maak bijvoorbeeld een nieuwe curve aan, waarbij ik bijvoorbeeld alleen wat in het haar doe. Dat ik op die manier heel makkelijk de controle houd over mijn eigen foto's. Ik gebruik dit zelf heel veel. En het gaat soms over hele kleine dingen. Maar het maakt wel een wereld van verschil. En het is eigenlijk de manier waarop ik mijn foto's uh, het karakter geef wat ze hebben. En door het iedere keer te groeperen, houd ik het overzichtelijk voor mezelf. Eventueel kun je alles nog gewoon in een groep zetten. Die je dan tegenhouden en doordrukken noemt. En je ziet als ik hem uitzet wat het verschil is.